Links of rechts? Laat me eerst deze pakken. Die voelen zwaarder, want je hield je handen zo vast. Eugène geniet met volle teugen van zijn verjaardag. Al is het maar omdat 13 kinderen hebben ook betekent dat je heel veel cadeaus krijgt. Mooi. Oh. Ah, het is bijna zomer, dus ja. Dank je. Helemaal alleen zelf gemaakt? Ja, net. Net ook nog? Ja, net. Ook Jokisha wil haar vader in het zonnetje zetten. Ik mag je fietsen. Oh, ik dacht dat drie keer. Maar niet uit. Max, nobody saw that, right? En wat is het? Pyjama. Het is een pyjama omdat je altijd hier in je boxer loopt. En ik word er zo misselijk van. Dus ik hoop dat je hem gaat gebruiken, oké? Okay? Ik zie hoe evil ze is. Weet je wanneer ik het ga dragen? Wanneer je op jezelf woont. Nou, volgens mij loop je dan naakt hier. Nou, maar en mijn kapsel dan? Wat vind je van mijn kapsel? Oh, is iets veranderd? Je moet echt gaan op jezelf wonen. Ik zal je helpen. Papa, ga je dat zo? Oh! Jullie? Hier een beetje. Zo, hebben jullie morgen wat te doen. Zo, jullie zijn wel helemaal losgegaan, zie ik. Ja. En met de thuiskomst van Samantha, Chantel en Jelita kan het feest echt los. Sasha, mag ik jou even zien? Ja. Welke van ze? Welke van ze? Matjes. Heeft hij overloop gedaan? Ja, hij heeft overloop gedaan. Hij voelt heel koud nou. Heb je wat aan vast te houden? Ja, oké. Okay. Ja. Ik had je al gefeliciteerd, maar ja. Vele jaren. Dank je. Quarantaine-baby's. Nou, zeg. Ja, nee, geen baby's meer. Nee, geen baby's meer. No way. Nee. Lekker. Mooi zo. Laat het nou aan mijn kinderen over. No baby's. Pas wanneer de knop erom zit, dan, ja, dan weet je het. Nee, no baby's meer. No baby. No baby. No baby. No baby. No baby. Thank you.